Goedenavond, welkom bij Telejak en welkom bij les 12 van de cursus Latijn. Kent u de fabel van de koe, de geit, het lam en de leeuw? Die gingen met z'n vieren op jacht. En toen ze een geweldig groot hert hadden gevangen, steden ze de buit in vier stukken. Toen zei de leeuw: ik pak het eerste stuk omdat ik de titel koning heb. Het tweede moeten jullie mij laten omdat ik met jullie heb meegedaan. Het derde valt mij toe omdat ik de sterkste ben. En waag het niet het vierde stuk aan te raken. Deze fabel is met veel andere via de oudheid tot ons gekomen. Vooral de versies van de Romeinse fabeldichter Phaedrus zijn altijd graag gelezen en naverteld. Bijvoorbeeld door La Fontaine. En ook vaak geïllustreerd, zoals hier in de afbeelding van Doré. Niet alleen als verhaal is de fabel blijven voortleven, maar ook in dagelijkse uitdrukkingen als het levendeel van iets krijgen of nemen. Het levendeel van deze les gaat over de manier waarop het Latijn de toekomst uitdrukt. We zullen ontdekken dat Latijn heel precies is in de manier van het uitdrukken van de toekomst. Maar laten we eerst naar het verleden van Rome gaan kijken. Deze man geldt als de beste van de Romeinse keizers, de Optimus Princeps. Het is Trajanus die hier is uitgebeeld in zijn rol van veldheer. Vandaar dat hij een harnas aan heeft met symbolen van overwinning. Trajanus was niet alleen een goed keizer in zijn rol als veldheer, ook als vriend van het volk, een van de rollen die een Romeinse keizer moest spelen. De Romeinse keizer was graag in nabijheid van zijn volk, heel persoonlijk als hij spelen opende, maar ook in de vorm van portretten. Alleen uit Ostia al zijn drie portretten van Trajanus overgebleven. Die hebben gestaan in gebouwen als gildenhuizen of in tempels en op pleinen. Hier ziet u er een en aan deze kant is een derde portret van deze beste van de keizers. In deze les gaan we het hebben over de rol van de Romeinse keizer in de hele rijksorganisatie. Langs de paradeweg die Mussolini door het historische hart van Rome aanlegde, werden marmeren landkaarten opgesteld. De eerste laat Rome zien als een speldenknop op de kaart. Het is in de eerste eeuwen van zijn bestaan. Deze stadstaat vestigt gaandeweg zijn gezag over het schiereiland Italië. Daaromheen ligt een krans van permanent bezette gebieden. Sicilië, de Spaanse oostkust, het gebied van Carthago en tenslotte geheel Griekenland. Pompeius en Caesar hebben in de eerste eeuw voor Christus de meeste gebieden die al lang in de Romeinse invloedssfeer lagen onder direct Romeins bestuur gebracht. Octavianus Augustus voegt daar nog belangrijke gebieden aan toe in Midden-Europa en Egypte. Ongeveer 120 na Christus bereikt het Imperium Romanum zijn grootste omvang. Trajanus verovert Roemenië en vestigt zelfs tijdelijk het Romeinse gezag over Irak. Irak wordt na zijn dood opgegeven als provincie. De Romeinse keizer is de garant van de vrede. Augustus heeft in Rome een groot altaar van de vrede laten oprichten. Binnen een omheining staat het eigenlijke hoge altaar. Op de omheining is onder andere een stoet afgebeeld. Het is de keizer met zijn familie die zich opmaken om te offeren. De prinsjes worden al van jongs af aan onder de publieke aandacht gebracht. De unieke positie die Augustus zich als vredestichter had weten te bezorgen, wilde hij erfelijk maken. Ook Trajanus wilde een erfelijke dynastie vestigen, nu meer gebaseerd op het leger. Hier verschijnt hij te midden van zijn troepen in een episode uit de oorlog in Roemenië. In 113 kwam Trajanus door Beneventum.
Hier werd na zijn dood een boog opgericht. De panelen op de boog geven de elementen van het Principaat weer. Zorg voor senaat en volk, maar ook weer de militaire prestaties. Hier ontvangt Marcus Aurelius een barbaars stamhoofd die zich komt overgeven. Na zijn dood wordt de as van de keizer bijgezet in zijn zuil. Het militaire element van het Principaat nam tegen het jaar 200 nog meer toe. Septimius Severus grijpt met steun van het leger de macht. Zijn ereboog op het Forum Romanum geeft zijn tocht tegen de Parthen weer. Propagatum uitgebreid. Septimius Severus heeft de grenzen van het Imperium Romanum verlegd naar het oosten toe. Na een halve eeuw van haast voortdurende strijd tussen generaals die met militair geweld elkaar de keizersmacht betwisten, zijn het Diocletianus en Constantijn die aan het eind van de derde eeuw het Rijk stabiliseren. Ook voor Constantijn is in Rome een boog opgericht. De inscriptie verheerlijkt hem als hersteller en zinspeelt verdekt op een goddelijk ingrijpen. Veel reliefs van deze boog zijn gehaald van oudere monumenten. Zo stammen de ronde medaillons met jachtscènes uit de tijd van Hadrianus, dus bijna 200 jaar tevoren. Aan de Fundatori Quietis, grondvester van de rust. Constantijn heeft de orde en rust in het Rijk hersteld. En ook deze reliefs verkondigen de triomf van de Romeinen over de barbaren. Het Forum Romanum is het centrum van het Rijk, met daaromheen de keizerlijke paleizen. Het paleis van Nero werd na zijn dood vervangen door het Colosseum. De keizers na hem resideerden op de Palatijn tussen Colosseum en de wagenrenbaan, de Circus Maximus. Hierin links de wagenboksen, midden in de baan de zogenaamde spina. Hierop staat onder andere een obelisk. Op de tribune was plaats voor zo'n 200.000 toeschouwers. Op de achtergrond het keizerlijk paleis. De keizerlijke loge vormde de verbinding tussen paleis en renbaan. De Palatijnse paleizen hadden hun eigen voorzieningen, waaronder een eigen aquaduct voor de permanente watertoevoer. Renbaan en amfitheater waren de plaatsen bij uitstek waar keizer en volk elkaar ontmoetten. Hier werden petities aangeboden waarop de keizer direct kon reageren. In georganiseerde spreekkoren kon het publiek uiting geven aan zijn gevoelens, een ruw soort democratie. In het moderne Rome is niet veel meer over van gebouwen van de Circus Maximus. Wel is de vorm bewaard gebleven. Nu kijken alleen de ruïnes van de Palatijn neer op de plaats waar de hartstocht voor de sport een surrogaat was voor politieke partijvorming. Keizer na keizer voegde stukken toe aan de paleizen. Aan de kant van de Circus werd de heuvel kunstmatig vergroot. Die onderbouwen geven nu nog een idee van de grootsheid van het complex. Bij alle overdadige gunsten die de keizer de stad gaf, zorgde hij er wel voor zijn eigen positie onaantastbaar te maken. Aan de rand van het stadsgebied lag de kazerne van de keizerlijke garde. De princeps ontving ook graag eerbewijzen. Bankiers en veehandelaren bouwden een boog. Hij was gewijd aan Septimius Severus en zijn familie. De afbeelding van de later in ongenade gevallen prins Geta is door zijn broer Caracalla weggehakt. De dynastievorming zorgt voor aandacht voor de keizerlijke familie. Misschien zijn deze kinderkopjes afbeeldingen van jonge leden van het huis van de Severi. In ieder geval stammen deze portretten uit de periode van de dynastie die begint met Septimius Severus.
In de ogen van portretten uit deze tijd worden de pupillen uitgeboord. Het schaduweffect dat daardoor ontstaat versterkt het realistisch karakter van de portretten. Dit zijn kinderen, geen kleine volwassenen. Het grote monument van de keizerlijke weldadigheid in de stad is het Colosseum. Het is gebouwd onder de dynastie van de Flavische keizers. Titus Flavius Vespasianus was de eerste van dit keizerhuis. In zijn regering van 70 tot 79 na Christus werd een begin gemaakt met de bouw van een amfitheater. Het amfitheater zelf was een geschenk van de keizer aan het volk en telkens weer kon de keizer zijn volk laten genieten van de spelen. Hier verschijnt de princeps dan ook graag om te genieten van zijn populariteit. Onder de vloer van de arena was een gangenstelsel. Vanuit die kelders konden allerlei verrassende effecten bij gladiatorengevechten en geasceneerde jachtpartijen worden verzorgd. Er was plaats voor 50.000 mensen. Hoe onaanzienlijker, hoe hoger men zat. De officiële naam van het bouwwerk is Amphitheatrum Flavium, Flavisch Amphitheater. De meer gangbare naam, Colosseum, is afgeleid van een reusachtig beeld, een kolossus, die er nog uit de tijd van Nero in de buurt stond. Het Colosseum is het eerste monumentale gebouw waarin de Romeinse boogconstructie samengaat met de Griekse zuilorde. De indrukwekkende gevel is uitgevoerd in natuursteen. De rest van het gebouw is beton. Aan de gaafste kant van het Colosseum is ook nog de vierde verdieping aanwezig die niet voorzien was van bogen. In de bogen hebben beeldhouwwerken gestaan. Ook na zijn dood probeerde de keizer door monumenten in de herinnering te blijven. Buiten het officiële stadsgebied, over de Tiber, liet Hadrianus een mausoleum bouwen, een rond graf op monumentale schaal. De bijzondere zorg voor de stad Rome strekte zich ook uit tot de voedselvoorziening. Trajanus werd in Ostia geëerd met een beeld in een gebouwencomplex van een beroepsgenootschap. Waarschijnlijk gaat het om mensen die direct betrokken waren bij de graanimport vanuit Egypte en Noord-Afrika. Bij Ostia moest worden overgeladen op rivierschepen die via de Tiber het voedsel naar de metropool brachten. Het gildengebouw had ook een sociale functie. Een zuilengalerij maakte het mogelijk aangenaam te verpozen in de schaduw. Ook in de provincies is de keizer aanwezig. In Pergamum werd een grote tempel voor Trajanus opgericht. In de keizertijd profiteerden lang uitgebuite provincies als Klein-Azië van de billijke behandeling door het keizerlijk regime. Hier, in het Griekse cultuurcentrum, werd de Romeinse bouwwijze van een tempel toegepast. Trappen alleen aan de voorkant. De keizer verscheen vaak in het senaatsgebouw om met de senaat te overleggen. Maar zijn machtspositie was te dominant om de senaat echt ruimte te geven voor een eigen verantwoordelijkheid. Keizers van de tweede eeuw, de zogenaamde goede keizers, probeerden wel in goede harmonie met de senaat het rijk te besturen, zoals de filosoof-keizer Marcus Aurelius. Zijn naam en titels komen ook voor op een mijlpaal die in Nederland gevonden is bij Monster. Hij was ook in de provincies aanwezig als vorst, zoals hier in Xanten, waar zijn beeld stond in het amfitheater. Keizerbeelden en keizerportretten op munten droegen ertoe bij dat ook in de provincies de band met de princeps werd onderhouden. In de vorige les hebben we veel aandacht besteed aan de manier waarop het Latijn het verleden in het werkwoord weergeeft. We zagen toen dat er twee verleden tijden bestaan naast één presens. Voor het verleden hebben we perfectum vocavi, imperfectum vocabam. En voor het heden het presens voco. Het perfectum vocavi betekent ik heb geroepen of ik riep.
terwijl voor Vulcabam meestal ik riep de beste weergave is. Het ligt voor de hand te verwachten dat Latijn ook een aparte tijd heeft voor de toekomst. Voor de toekomende tijd van het werkwoord. Die tijd heet het futurum. Het futurum is wat we in het Nederlands noemen de onvoltooid tegenwoordig toekomende tijd. Andere moderne talen hebben een term voor die tijd die meestal is afgeleid van het Latijn. Denkt u maar aan het Engelse the future. In het Nederlands gebruiken we de onvoltooid tegenwoordig toekomende tijd met behulp van het werkwoord zullen. Ik zal gaan is de onvoltooid tegenwoordig toekomende tijd van het werkwoord gaan. U hebt al gemerkt dat het Latijn niet zo graag werkt met hulpwerkwoorden, maar tijden en wijzen meestal uitdrukt door aan de werkwoordstam elementen toe te voegen. Zo krijgen we bij het perfectum vaak de V en daarachter dan de uitgangen, zoals bij vocavi. En er staat al één woord, vocavi, waar wij in Nederlands drie woorden hebben. Vocavi, ik heb geroepen. Bij het imperfectum, zo hebben we de vorige les geleerd, is het element ba het teken van de tijd. Vocabam, ik riep. Ook het futurum wordt met zo'n kenmerk gevormd. Kijkt u eens naar deze vormen van het futurum. Amabo, amabis, amabit, enzovoort. Tenebo, tenebis, tenebit. Audiam, audies, audiet. Legam, leges, leget. Het zijn telkens de eerste drie personen in het enkelvoud. Amabo, ik zal beminnen. Amabis, jij zult beminnen. Enzovoort. Tenebo, ik zal houden. Daaronder, audiam, ik zal horen. En tenslotte legam, ik zal lezen. Amabo is een voorbeeld van een A-stam, amare. Tenebo hoort bij de E-stam, tenere. Audiam, ik zal horen, is het futurum van de I-stam, audire. En tenslotte als voorbeeld van een medeklinkerstam, legam van legere. Legam betekent ik zal lezen. In het Latijn gaan alle A-stammen in het futurum zoals amabo. Alle E-stammen als tenebo. De I-stammen volgen het voorbeeld van audiam. En alle medeklinkerstammen maken hun futurum zoals legam. Wat valt dus op? De A- en E-stammen zijn eensgezind in de manier waarop ze het futurum vormen. Namelijk met bo, bis, biet enzovoort. Dat komt achter de presentstam. Daarnaast gaan de I- en medeklinkerstammen hun eigen weg. We kijken daar straks nog even naar. We gaan eerst kijken naar de A- en E-stammen. Daarvoor geldt futurum bestaat uit de presentstam plus B plus de uitgang. Zo krijgen wij de A-stammen amabo, amabis, amabit, amabimus, amabitis, amaboent. En bij de E-stammen op dezelfde manier tenebo, tenebis, tenebit, tenebimus, tenebitis en teneboent. Als de B achter de stam is geplaatst, komen daarachter de uitgangen die ook heel bekend aandoen. We vinden ze namelijk in het presens van de medeklinkerstammen. Bijvoorbeeld bij scriberen, scribo, scribis enzovoort. We zagen dat I- en E-stammen hun eigen wijze hebben van de vorming van het futurum. Laten we eerst eens kijken naar het volledige rijtje daarvan. Bij de I-stam vinden we, ik zal horen audiam, en dan verder audies, audiet, audiemus, audietis, audient. En voor de medeklinkerstam legere krijgen we legam, leges, leget, legemus, legetis en legend. Als we hiernaar kijken, wat kunnen we dus als algemene regel afleiden? Achter de stam audi bij audieren en leek bij legeren komt een e en daar weer achter komen de bekende persoonsuitgangen. Alleen de eerste persoon enkelvoud, audiam en legam, die gaan hun eigen weg. Daar vinden we de a achter de stam en daarachter komt dan de uitgang m. Audiam en legam, ik zal horen en ik zal lezen. Als we nu de balans van het futurum opmaken, krijgen we dit beeld. Eerst het futurum van A- en E-stammen. De stam plus de B plus de uitgangen. En dan het futurum van I- en medeklinkerstammen. Daar krijgen we de stam plus A en M voor de eerste persoon. En bij de andere personen de stam plus E
en dan de uitgangen. Zullen we eens een oefening doen? We geven u enkele werkwoordsvormen in het presens. Maakt u daarvan de vorm van het futurum in dezelfde persoon. Let u erop of het een A- of E-stam is, of een I- of medeklinkerstam. Links ziet u dus de vormen van het presens, placet, het bevalt, negas, jij ontkent, en aperiunt, zij openen. Wat is het futurum, derde persoon enkelvoud, bij placet? Dus het zal bevallen. Placebit. Met het element B, want het was een E-stam. Dan bij negas, jij ontkent. Jij zult ontkennen is negabis. Weer met dat element B. En dan aperiunt, zij openen. Dat is een I-stam, dus daar krijgen we als vorm aperient met het E-element als kenmerk van het futurum. In het cursusboek vindt u meer van deze losse vormen die zullen helpen bij het leren van de vormen van het futurum. Nu iets anders. Als ik in het Nederlands zeg, als ik hem zie, zal ik het zeggen, dan ligt die hele zin in de toekomst. Eerst zal ik hem zien, dan zal ik het zeggen. Als ik hem zie, zal ik het zeggen. Voor onze taal is het zo genoeg dat er in de hoofdzin ik zal het zeggen wordt uitgedrukt dat het geheel in de toekomst zich afspeelt. Dat het zien eerder zal zijn dan het zeggen, dat gaan we echt niet apart uitdrukken. We zouden het erg zwaar vinden als je in Nederland zou zeggen, als ik hem gezien zal hebben, zal ik het zeggen. Maar zo doet Latijn het wel. Latijn vindt dat namelijk wel een belangrijk verschil tussen dat ik zal gezien hebben en ik zal zeggen. Daarom heeft het Latijn naast het futurum dat we zo even hebben besproken nog een tweede futurum. Het futurum dat we in de eerste helft van de les hebben besproken noemen we het futurum 1. Daarnaast hebben we dan het futurum 2. Dat heeft het Latijn nodig om een zin weer te geven als als ik hem zal zien, zal ik het zeggen. In het Latijn is die zin namelijk si illum videro dicam. Heel zwaar en dus on-Nederlands vertaald. Als ik hem gezien zal hebben, videro, zal ik het zeggen, dicam. Dat laatste woord dicam, ik zal zeggen, is een futurum 1. Van het werkwoord dikere, de medeklinkerstam. Videro betekent ik zal gezien hebben. Dat is een vorm van het futurum 2. Het Latijn drukt met zo'n vorm als videro heel exact uit dat ik eerst gezien zal hebben en dan pas zal zeggen. Bij het Latijnse werkwoordsysteem is in het algemeen het precies uitdrukken van de tijd een heel belangrijk onderdeel. Veel belangrijker dan in het Nederlands. Omdat we in deze televisieles nu al genoeg vormen hebben gehad, zullen we nu niet uitvoerig ingaan op de manier waarop het futurum 2 wordt gevormd. Dat vindt u in het cursusboek. We gaan even kijken naar de zin, si illum videro dicam, als ik hem zie, zal ik het zeggen. Dat is in onze taal de beste weergave van deze zin, terwijl het Latijn eigenlijk dus zegt, als ik hem gezien zal hebben, zal ik het zeggen. Laten we even kijken naar de plaats van dat futurum 2 en dat futurum 1 ten opzichte van het heden. Laat het werkwoord zien nemen. Het presens is video, het futurum 2 is videro en het futurum 1 is videbo. Video ik zie, videro ik zal gezien hebben en videbo ik zal zien. Het futurum 2 ligt eigenlijk een beetje tussen presens en futurum 1 in. Pas als futurum 2 is gebeurd zal futurum 1 optreden. Laten we eens een voorbeeld nemen. Si videro veniam, als ik gezien zal hebben, zwaar vertaald, dus gewoon als ik zal zien, veniam, dan zal ik komen. Deze les is erg op de toekomst gericht. We hebben gezien dat Latijn een futurum 1 en een futurum 2 heeft om precies die tijdsverhoudingen in de toekomst uit te drukken. We hebben ook gezien hoe het Latijn precies het futurum 1 vormt. Bij de A en E stammen met het element B. U ziet dat hier nog eens terug. En bij de I stammen en de medeklinkerstammen met de letter E.
U ziet dat hier. Alleen de eerste persoon heeft niet de E, maar de A. Vandaar dus de vormen Audiam en Legam. Het Sturum 2, de vormen daarvan, vindt u in het cursusboek. We zijn de les begonnen met de fabel van de leeuw die alles als jachtbuit opeiste. Dit is een fabel van Phaedrus die leefde omstreeks het begin van onze jaartelling onder keizer Augustus. Fabels geven vaak de visie van de gewone man op de dingen weer. Ook op de rol van de machthebbers die het levendeel van alles opeisen. Zo'n fabel is vaak een leuke correctie op het beeld dat wij van de oude wereld hebben. Het was niet alleen een samenleving van machtige heersers. Iets van een schlemielenmoraal vinden we in de fabel van de kikkers die vanuit hun poel kijken naar het gevecht tussen twee stieren. O, een verschrikkelijke ramp staat ons te wachten, zei de een. Hoezo, vroeg de ander. Wat hebben wij ermee te maken dat twee stieren om de macht vechten? Ze leven toch ver van ons weg? De eerste kikker zei toe, vergis je niet. Ook al zijn ze ver weg en ook al zijn ze een andere soort. En nu kunnen we gaan kijken naar het Latijn van Phaedrus. Expulsus regno nemoris qui profugerit. De woorden staan in een wat ongewone volgorde, het is namelijk een vers. In de vertaling beginnen we met het woordje qui, het voorlaatste woord, die. Die, expulsus, die, verdreven, regno, uit de heerschappij, nemoris, van het woud, profugerit. En daar hebben we dan het futurum 2 van het werkwoord vluchten. Dat betekent letterlijk gevlucht zal zijn, dus de hele zin tot dusver. Hij die verdreven uit de regering over het woud zal vluchten. Dan de volgende regel. Paludis in secreta veniet latibula. Hij zal komen, veniet, futurum 1 van venieren. Hij zal komen in secreta latibula naar de afgelegen schuilplaatsen paludis van het moeras. Hij ziet weer een ongewone volgorde. De zinnen bij elkaar betekenen dus. Hij die verdreven uit de regering over het woud zal vluchten. Hij zal komen naar de afgelegen schuilplaatsen van het moeras. En de kikker gaat dan door en zegt. Zo heeft dat gevecht tussen die twee stieren ook met ons te maken. En het motto van deze hele fabel is dan ook. Humiles laborant, ubi potentes dissident. Nederigen lijden waar machtigen onenig zijn. Of in een rijmpje gezegd, armen lijden waar machtigen strijden. Radioles 12 hoort u aanstaande dinsdag 's avonds om 9:30 op Radio 5. Mocht u met vragen zitten over de lesstof of heeft u vragen over het studiemateriaal, bel dan volgende week woensdag tussen 10 en 12 uur naar het telefonisch spreekuur van Latijn. 030 956 444. Voor we afsluiten, nog even dit. De komende maanden bij Teliac een aantal nieuwe cursussen, zoals rechtswijzer, natuurkunde, de planeten, financieel management, conflicthantering, de geschiedenis van de Sovjet-Unie, de 12 provincies en een korte vakantiecursus Italiaans. Uitgebreide informatie vindt u in dit gratis Teliac magazine. Het ligt bij de boekhandel en de bibliotheek. Maar u kunt het ook bij Teliac bestellen. Bel dan tijdens kantooruren 030 946 946. Tot zover deze uitzending van Teliac. Morgen om 6:30 de 5e les uit de taalkursus Engels. Daarin aandacht voor het reizen naar en in Engeland.